Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het in stand houden van plant- en diersoorten is belangrijk voor een vitale natuur en een gezonde samenleving. Daarom is wethouder Jurgen Vissers blij dat GroenPartners en inwoners de komende twee jaar de handen uit de mouwen gaan steken met het actieplan Biodiversiteit. Het NK-tegelwippen is een van de doelen om bewustwording te creëren onder de inwoners, onder meer door hen te betrekken bij de acties. Ook komen er acties zoals het volgen van een workshop, nestkasten en insectenhotels maken, de uitgifte van fruitbomen en het stimuleren van geveltuinen met het Geveltuinpakket 2025. Daarnaast krijgt iedere nieuwgeboren inwoner een geboorteboom of struik... als symbool voor een nieuw begin. Rotondes krijgen een groenere inrichting... die bijdraagt aan de biodiversiteit in de dorpen... en boeren worden uitgenodigd hun landbouwgrond om te vormen... naar een biodivers, kruidenrijk grasland. Het uitgangspunt is een groene omgeving... Die gunstig is voor zowel mens als dier. Ook dit jaar is er weer de workshop Levend Verlies en Rouw. Krijg hulp bij het omgaan met rouw na verlies als een naaste een ziekte of beperking heeft. Dit noem je Levend Verlies. Henry Heink en Margot van Rijn van Centrum Duo geven je informatie. Ga in gesprek met elkaar en stel vragen. De workshop wordt gehouden op donderdagavond 16 mei van 7 tot 9 uur. Achteraf is er een mogelijkheid om na te praten. De locatie is het SWO, het vierendeel, 6 in maanden. Meedoen is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via de website van het SWO. Zondag 14 april zijn de Ter Heidense tafeltenniskampioenschappen er weer. De kampioenschappen worden georganiseerd door tafeltennisvereniging TIOS Terheide. Zoals ieder jaar zijn deze kampioenschappen bedoeld voor alle leden en oudleden, maar ook voor inwoners uit Terheide en Wagenberg. Je moet wel 16 jaar of ouder zijn. Lijkt het je leuk om dit jaar mee te doen aan die kampioenschappen? Kom dan naar de Koer in Terheide op zondag 14 april. Vanaf 9 uur s ochtends is de zaal open. En vanaf 10 uur starten de wedstrijden. De TIOS-leden strijden ook nog voor de Jan Weterings Wisselbokaal. Wil je gezellig meedoen? Schrijf je dan in bij penningmeester Carla en doe dit bij voorkeur uiterlijk zondag 7 april, maar op de dag zelf is ook nog mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TIOS. De tafelgenoot is samen eten met andere alleenstaanden. Gewoon een gezellige avond, zonder verplichtingen of hoge verwachtingen. Schrijf gezellig een keer aan bij een van deze ongedwongen avonden. Bent u alleenstaand en wilt u graag een keer aansluiten? Dat kan op, der, op, sorry, dat kan op 23 april. Dan is de tafelgenoot bij het Witte Huis in Drimmelen. Zoals gewoonlijk is het inloop vanaf half zes en start het diner om zes uur. Aanmelden is mogelijk tot 18 april via het e-mailadres wat in beeld verschijnt. In samenwerking met Woonvizier is er een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners van zorgcentrum De Wijngaard. Het hoofddoel van de bijeenkomst was bewoners bewust te maken van verschillende veiligheidskwesties die op dit moment relevant zijn. Deelnemers werden ingelicht over diverse bedreigingen. Zoals nep bankmedewerkers, WhatsApp-fraude en insluiting. De bijeenkomst, georganiseerd door de politie, bood een mogelijkheid voor deskundigen om essentiële informatie te delen en preventieve maatregelen te bespreken. Door middel van voorlichting en interactieve sessies kregen de bewoners inzicht in de verschillende vormen van oplichting en hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen. Samen met de inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers van Lage Zwaluwe heeft de gemeente de afgelopen tijd gewerkt aan de concept Dorpsvisie Lage Zwaluwe. Een gezamenlijke visie voor de toekomst van het dorp. Op donderdag 29 februari presenteerde de gemeente het resultaat daarvan in basisschool De Grinden. De presentatie en het verslag van die bijeenkomst staan nu op de website van de gemeente Dremmelen. De verwachting is dat de volledige concept Dorpsvisie zelf eind maart gepubliciteerd kan worden. En verdere informatie daarover volgt nog. Daarna wordt de visie nog behandeld door de gemeenteraad, want de raad stelt hem uiteindelijk vast. Op weg naar de voetbalclub, het tuincentrum of de supermarkt. Voor zowel inwoners van Made als bezoekers. Is het raadzaam zich aan de snelheidslimiet te houden als ze over de krullaan in het dorp rijden? Sinds kort staat daar de eerste mobiele flitspaal. Het is de bedoeling dat de flexflitser hardrijders afschrikt, zodat ze daadwerkelijk ervaren dat men zich aan de geldende snelheidslimieten moet gaan houden. Sinds zondag 17 maart staat de webcam bij het visarendnest in de Biesbosch, voor het vierde jaar weer aan. Er kan weer dag en nacht gekeken worden naar de visarenden in de Biesbos. Staatsbosbeheer heeft sinds 2021 in samenwerking met Vogelbescherming Nederland een webcam bij het nest geplaatst. Via de website konden de visarenden rekenen op vele honderdduizenden kijkers. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in de Biesbos. Dat komt omdat de Biesbos mede door de aanleg van ruimte voor de rivierprojecten voor de visarend aantrekkelijk is geworden. Rust, voedsel en ruimte geven voor deze soort de doorslag. In 2023 kwamen er twee broedparen succesvol tot broeden en sinds 2016 zijn er 43 jonge visarenden in de Biesbos uitgevlogen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt deze week onder meer kijken naar het eerste deel... van de opening van Sociaal Cultureel Centrum De Banades. Deel 2 volgt snel. Afgelopen week namen we weer eens een kijkje in onze oude doos. En daar kwamen we een 1 april filmpje uit 1987 tegen van een aflevering van Tineke de Nooi die Rienes Razenberg te gast had. Wij hadden het eerder gezien, maar moesten toch weer hartelijk lachen. U ook? En hebt u nieuws te melden zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand adres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmel en graag. Zien we u volgende week weer terug bij Dremelen Actueel. Tot dan.